Het Nederlands elftal gaat deze week twee keer spelen in een tijdsbestek van 5 dagen tegen Schotland. Dat doet het komende dinsdag in Glasgow op Hampden Park. En nu vanavond in Nijmegen in de Goffert. En het mooie is, het stadion is uitverkocht. Er zijn 12.500 mensen aanwezig vanavond voor deze Nations League wedstrijd. Die er echt wel toe doet voor Oranje. Zeg ik ook richting Mandy van den Berg en Leonne Stendler. Fijn dat jullie er zijn. Want zo simpel is het, hè? Het Nederlands elftal moet winnen om kans te houden op een plaatsing voor de Olympische Spelen. Ja, het is heel simpel. Hè? Eerste woorden in je pool en dan maak je alleen kans op een ticket voor de Olympische Spelen. Dus je weet ook wat er vanavond en dinsdag moet gebeuren. Dan is de vraag, is het ook zo simpel om 2 keer te winnen van Schotland? Nou ja, vooral omdat het voor Schotland ook een soort laatste strohalm is om nog überhaupt mee te kunnen doen. En je wilt ook niet degraderen uit zo'n groep. Dat is ook niet lekker. Maar ik moet zeggen, Schotland een beetje gehavend naar Nederland toegekomen. Dus ik zie wel mogelijkheden voor Nederland. Ja, want voor alle duidelijkheid, het Nederlands elftal begon deze Nations League met een toch wel verrassende nederlaag tegen België. Maar herstelde zich buitengewoon goed door vervolgens hier thuis in Nederland van Engeland te winnen. En dus met 2 overwinningen tegen Schotland doe je nog volle bak mee voor de eerste plaats. Vraag is, met wie gaat Andries Jonker spelen vooraf? Nou, hij maakte al bekend dat Renate Jansen in elk geval vanaf het begin in actie komt. Zij besliste de wedstrijd tegen Engeland met een geweldig schot. Vraag is alleen waar ze speelt. Rivka nu met de bondscoach. Andries, Kerstin Kasperij en Renate Jansen staan in de basis. Kun je uitleggen waarom je voor hen hebt gekozen? Nou, Dominique Jansen kan niet meedoen. Is er niet bij. Kon zelfs niet hier naartoe reizen. Dus ja, dan moet je er vervangen. En dan kijk je naar wie is de beste optie dan achterin. We hebben gekozen voor Kerstin. En Victoria Pelova kan ook niet starten. Is er wel bij, kan eventueel invallen. Ja, dan kijk je wie is dan het beste alternatief op die positie. We hebben gekozen voor Renate. Ja, je zegt op die positie. Dat betekent dat Jansen als rechtsback gaat spelen. Het systeem blijft hetzelfde. Ja. Ja, Dominique Jansen, je zei het net al, die kon niet eens hierheen rijden. Die gaat dus niet aansluiten voor Schotland. Nee, het was de bedoeling dat ze vandaag van Wolfsburg naar Nijmegen zou reizen. Ik gaf zelf te kennen dat dat niet gaat, dat ze te veel klachten heeft. Ja, en ik heb Dominique leren kennen als een krijger. Als die zegt dat gaat niet, dan gaat het echt niet en dan heeft het ook geen zin. Dus ze moet echt revalideren bij Wolfsburg en gaat zeker niet mee naar Schotland. Nu denk ik dat het hele publiek hier op 2 dingen hoopt. 3 punten natuurlijk. En Vivianne Miedema, ga je haar wat speelminuten geven vandaag als het kan? Als het kan wel, ja. Maar je zegt het goed, als het kan. En de wedstrijd moet het toelaten. We gaan geen risico nemen, dat weet zij, dat weet het team. Ja, en het is jammer voor het publiek, maar geen risico. We moeten er voorzichtig brengen, dat is de bedoeling. Ze heeft prima getraind gisteren en eergisteren. Maar ja, voorzichtig in deze fase. Tot slot, jullie hebben plaatsing voor het finale toernooi in eigen hand. Moeten jullie geen fouten meer maken tegen kleinere tegenstanders? Hoe zorg je dat dat niet gebeurt? Ja, door ervoor te zorgen dat wij niet denken dat is een kleinere tegenstander. Maar het is een uitstekende tegenstander die het Engeland ongelooflijk moeilijk heeft gemaakt. En wij moeten goed spelen, onze kansen benutten en geen steken laten vallen. En dan komt het elke keer weer goed tegen dit soort ploegen. Aan de andere kant, het is heel zwart-wit. Als we fouten maken, komt het niet goed. Dus we weten wat ons te doen staat. Volle bak. Dankjewel. Succes vandaag. Ja, er moet dus 2 keer gewonnen worden te beginnen vanavond hier in Nijmegen in de Goffert. En als het dan over Vivianne Miedema gaat, Leonne, ja, die komt er alleen in als Nederland ruim voor staat, stel ik me voor. Of als een soort noodgreep als het nodig is aan het eind? Nee, ik denk echt alleen als Nederland ruim voor staat. Ze zit eigenlijk nog in het laatste deel van haar revalidatie. Ze moet nog opbouwen met minuten en wedstrijdritme opdoen. Nou ja, misschien vandaag. Laten we de opstelling er in kaart ook even bij pakken. Want ja, die is dus opmerkelijk. Dat wil zeggen dat Renate Jansen dus de rol van Victoria Pelova inneemt. Die deze week te kampen had met griep en daarom niet kan spelen. En dan zien we dat verder achterin er dus toch gewoon 5 staan met Kasperij en Dijkstra om spitsen heen en Brugts aan de linkerkant. Waar je natuurlijk ook had kunnen denken, ja, Renate Jansen komt erbij. Ja, die gaat voorin spelen. Dat is ook namelijk haar natuurlijke positie, Mandy. Ja, zeker. Dat was ook wel even een beetje de gedachtegang toen we de namen doorkregen. Maar ik denk toch dat hij heeft vastgehouden, hè, aan alle wedstrijden zoals hij ze afgelopen periode gespeeld heeft. En dat hij daar gewoon voor gaat. Hè. Hij wil het systeem niet loslaten. Nee, hij laat het niet los. En ik denk ook dat Renate Jansen de rol van Pelova prima kan invullen vanaf de rechterflank. Ja, waarom?
Nou ja, Renate Jansen is een speler die natuurlijk ook gewoon veel loopvermogen heeft. Is technisch zeer begaafd. Ervaren. Ervaren is ook een buitenspeler, hè, van nature een buitenspeler. Dus kan ook goed op zoek naar de actie. Binnendoor, zowel voorzet als doelgerichtheid. Dus het lijkt me echt een prima optie. Zijn er nu ook spelers die denken van potverdrie, ja, als ik er dan nu nog niet in kom? Ja, Merel van Dongen, ja, weet je, die is echt volgens mij mee om haar rol in het team, om haar karakter. Want ja, als je ook nu niet speelt, en dat begrijp ik, hè, want als je en Spitsen en Van Dongen achterin neerzet, dan is dat misschien iets te traag. Ja, dat. En zeker tegen Schotland met 3 snelle voorop, snap ik dat. Maar ja, als je haar bent, denk je wel, ja, jemig. Hè, nou is Dominique Jansen er niet, nou is Stephanie van der Gracht er niet meer. En nou nog speel ik niet. Ja. Ja. En als je dan kijkt naar de spelers voorin, hij houdt dus vast aan, nou ja, in dit geval Martens en Berestijn. Ja. Is dat dan logisch? Ja, ik denk nog steeds dat dat de beste 2 zijn. En het is fijn dat Minima terug is. Want dan dat gaat zorgen voor een hele mooie keuze straks. Want wat ga je dan doen? Ik denk dat Berestijn dan slachtoffer daarvan gaat zijn. Maar dat is wel weer een beetje hetzelfde type als Martens. Dus dat wordt wel weer een gepuzzel. Ja, maar dat is wel een luxe probleem. Hè? Als je weer kunt beschikken over zo mogelijk een van de beste spelers van de wereld. Ja, daar hoef je niet lang over na te denken. Dat is een zegen. En vooral als straks Engeland eraan komt. Hoe moeilijk gaat dit zijn voor het Nederlands elftal om het spel te maken? Want ja, tegen Engeland, goed land. Maar als ik terugdenk aan België. Ja. Nou, dat waren natuurlijk 2 hele andere wedstrijden. En ik vind het altijd lastig om iets te zeggen over mentaliteit of discipline. Want dat kun je eigenlijk niet aflezen van de buitenkant. Hoe iemand op het veld staat. Maar ik vond het wel echt, wat Nederland heeft gebracht tegen België, echt zeer tekort doen aan het Nederlands elftal. En je ziet dat een aantal dagen later tegen Engeland. Ja, dan leg je eigenlijk een gigantisch goede wedstrijd op de mat. Met uiteindelijk een goed resultaat. Maar daar zie ik tempo, daar zie ik initiatief, daar zie ik duels. Ja, eigenlijk alles wat ik tegen België niet gezien heb. Maar Schotland is toch meer België dan dat het Engeland is? Ja, ik denk dat we het daar meer moeten vergelijken. Dus dat Nederland in ieder geval meer de bal gaat hebben. Ja, en Nederland heeft wel laten zien tegen België dat ze moeite hebben om iets te creëren. Maar er zal veel meer lef vanuit Nederland zelf dan moeten komen. Veel meer moeten opzoeken en ook daadwerkelijk uitspelen. Want dat is tegen België eigenlijk niet gebeurd. Het moet meer uit het elftal zelf komen dan tegen Engeland. Maar Schotland doet het wel iets anders dan België. België groeft zichzelf wat meer in. Schotland wil nog wel eens enthousiast. En ze moeten, hè, vandaag. En als je voorbij de eerste linie van druk bent, ja, dan komt er heel veel ruimte voor. Bijvoorbeeld een Jill Roord die vandaag volgens mij echt haar stempel kan gaan drukken in deze wedstrijd. Waarom vandaag juist? Nou, juist door wat Schotland doet, denk ik dat bij haar in de ruimte ontstaat. En dat je, als je die bal vooruit kan geven op haar, ja, dat zij vrij spel krijgt. En dat zag ik wat bij Engeland ontstaan. Dus ik hoop dat dat vandaag weer gaat gebeuren. Ja, we hebben in Leicester ook vandaag Engeland tegen België. Eigenlijk kan echt alles nog in deze pool. Ja, dat is het. Wat raar is. Op voorhand zou je zeggen, is dat raar? Ja, zeker. Nee, ja, als Engeland punten laat liggen, dan moet Engeland op een gegeven moment gaan kijken van we moeten niet naar onder gaan. Want dan ben je maar ook dit is de stand, hè? Ja, precies. Onze zuidenburen gaan gewoon 4 aan de leiding in deze pool. Ja, precies. Aan de voorkant had waarschijnlijk iedereen België op plek 4 neergezet. Dus het is enorm verrassend. En Schotland tegen Engeland kreeg ook echt kansen nog. Ja, en dan, kijk, we moeten niet vergeten, zowel Engeland als Nederland na zo'n WK, en zeker Engeland, het was nog niet eens een maand na die WK-finale. Het is gewoon moeilijk om dan je kop weer hierop te Het zetten. Is te vroeg in het seizoen om al te pieken. Dat denk ik. Laten we ons daar dan aan vasthouden. Heb je er een goed gevoel bij, Mandy? Zeker. Oké, heel goed, heel goed. Dan gaan we naar collega Jeroen Elshoff. Die zit op de tribune hier in de Goffert en die ziet ook dat de spelers van Schotland, maar zeker ook die van het Nederlands elftal, nu het veld oplopen. Jeroen, veel plezier. En dat doen ze in een uitstekende ambiance hier in Nijmegen. Zo'n 12.000. Het is uiteraard uitverkocht, zoals de meeste wedstrijden van Nederland. En ook hier wordt er vooraf een spektakel van gemaakt. Nu dus hier tegen de Schotten. En over een paar dagen naar het mooie Hampden Park in Glasgow, waar ook het Flower of Scotland zal klinken. Dat is het volkslied. Gekozen volkslied bij sporten voor de Schotten. En dat is schitterend te zien hoe het hier in Nijmegen klinkt, want daar gaan we zo dadelijk mee beginnen. Please rise and respect for the national anthems of Scotland and the Netherlands.
Klinkt gewoon prachtig uit de jaren 60 van Roy Williamson. En dan nu het Wilhelmus. Het Pink Ribbon op de trainingsjacks van Oranje. En ook bij de schotten deze avond staat in het teken van de strijd tegen borstkanker. Vandaar dat zij allemaal duidelijk laten zien dat ze die strijd steunen. Dit is de opstelling van Andries Jonker. Met twee gele kaarten dus, dat zijn de speelsters die op scherp staan. Dat zijn Roort en Spitsen. En we hebben het dus zo neergezet, omdat we de bondscoach op zijn woord geloven. Renate Jans op de positie van de normaal daar spelende Pellova. Maar die is ziek geweest, Dominic Jans is er niet bij. Vandaar dat Dijkstra, Kasperij, Spitsen, Rugs en Renate Jans dus de verdediging vormen. Maar misschien dat het wel een hele vloeibare formatie is. Dit is de scheidsrechter Ivana Rojkovska uit Noord-Macedonië. Er is geen videoscheidsrechter. Er is geen doellijntechnologie. Zover zijn ze helaas bij de UEFA nog niet dat ze op dit hoge niveau dat voor elkaar krijgen. En dan Schotland. Schotland heeft een volle ziekenboeg. Heel veel goede speelsters zoals Weir, Watson en Kerr zijn er niet bij. Het is een 4-3-3 met als captain Rachel Corsi van Aston Villa. Ploeggenoten van Domselaar. Dat geldt ook voor Kirsty Hansen. En voorin zien we Amy Rogers van Bristol City achter Marta Thomas. Thomas is van Spurs. Hij maakte onlangs nog een hat-trick tegen van Domselaar. Zij hebben als doel zeker niet te degraderen uit deze groep, Schotland. Omdat dat een hele lastige route geeft richting het Europees kampioenschap van 2025. Want ook deze Nations League hangt aan die kwalificatie vast, ingewikkeld. Maar je kan maar beter zorgen dat je in deze groep blijft. En de Schotten willen naar dat toernooi. Miedema krijgt zij minuten. Er is al een glimlach terug bij het Nederlands elftal. De laatste interland was op 6 september 2022 tegen IJsland. 10 maanden lang gerevalideerd en nu dus in ieder geval hier terug. Rentree bij Arsenal al gemaakt. Een paar minuten kreeg ze Miedema. Dat was trouwens genoeg voor een schitterende steekpaas. En ze zal staan te popelen, maar voorzichtigheid geboden. De bal rolt. De aftrap is verricht door Jackie Groene. Gelijk de lange bal richting Danielle van der Donk. En het is aardig om te zien. Om te kijken of deze Renate Jansen echt ook verdedigend aan het werk gaat. Of dat ze vooral aanvallend daar richting het doel van de Schotten zal gaan. In ieder geval in deze openingsminuut al veel aan de bal. Hier Renate Jansen. Hier is Roort. En komt er al een eerste kans. Dat komt net niet voor de voeten van Lieke Martens terecht. Genomineerd voor de Ballon d'Or. Die wordt maandag uitgereikt. Jill Roort zit bij de laatste 30. Net als van Domselaar. Ze kunnen niet naar de uitreiking toe zijn. Dan in Glasgow komende maandag.
We zullen het ongetwijfeld gaan volgen. Hier is Brugs. Stugge ploeg, Schotland. Zal gaan tegenhouden en wachten op de kansen in de tegenstoot. Voor Nederland zaken tempo hoog te houden. En zoveel mogelijk Schotland in de beginfase pijn te doen. Spitsen. Dijkstra. Brugs. Binnendoor. Daar is het druk. Daar zal het druk blijven de hele avond. Dijkstra. Dus aan de rechterkant spelen van die drie centraal achterin. Spits in het midden. En Kasperij dus hier aan de bal aan die andere kant. Deze voorzet net te hoog. Voor Lieke Martens. Doeltrap voor de Schotten, de nummer 23 van de FIFA-wereldranglijst. Met de Spaanse coach uit Madrid dus, die bekend is bij een aantal speelsters van Nederland. Want hij werkte onder andere met Miedema bij Arsenal. Maar ook met Van der Donk. Renate Jansen. Onnauwkeurig. Is het echt een herkansing? Dijkstra. Spitsen. Met veel risico op avontuur. Totdat ze Grimshaw tegenkomt. Dit zijn dus de momenten waar de Schotten het doorgaans een beetje van moeten hebben. In de wedstrijd tegen de Belgen, die gelijk werd gespeeld, hadden ze de bal veel. Tegen de Engelsen deden ze het heel goed. In de openingswedstrijd Schotland. Verloren met 2-1. En als Nederland bijna een handje helpt, dit gaat allemaal maar net goed. Dan kan het ook fout gaan in die openingsminuten. Als het goed gaat, ziet het er fraai uit. Laten we het daar maar op houden. Groene. Van Domsla raakt niet zo snel in de war. Dat hebben we natuurlijk wel gezien. Sinds zij onder de lat staat. En dat gebeurde dus hier ook niet op die terugspeelbal van Kasparij. Hier is Roord. Brugs. Wil versnellen. Hier nog een keer hard. En een beetje uit de richting ook omdat daar Thomas nog stond. Die dus recentelijk nog de plaaggeest was. De spits van Schotland voor Van Domselaar. Gibson. Corsi van Villa dus. En van de routiniers. 34. En hier op het midden. Hansen. Groene. En Renate Jansen. Berestijn zoekt de diepte. Eigenlijk voor de eerste keer wordt afgetroefd in de lucht. Door Sophie Howard. Dit is het nieuwe kledingadvies voor de bondscoach. Omdat zijn trainingspak te veel in kleuren lijkt op de Schotse tenues. En hij staat nu eenmaal veel aan de zijkant. Dus heeft deze Prokoska laten weten dat er een wit hesje aangetrokken moet worden. Hij kan er gelukkig om lachen. Kasperij, Brugs. Hier opnieuw. Brugs. Martens, Groene. Dijkstra.
En zo schuift Nederland op, maar dat mag van de Schotten zo lang het maar aan de buitenkant gebeurt. En dus Dijkstra maar een keer richting de rand van het 16 meter gebied. Dat loopt allemaal goed af voor Schotland. Callum is de keepster van Glasgow City FC. Die ook hier de tijd neemt. Dat zal Schotland vermoedelijk de hele avond wel gaan doen. Het is een lastige bal voor Renate Jansen Groene. Het is net genoeg, zodat Spitsen verder kan. Nu ligt er wel ruimte hier voor Brugs. Dat heeft Martens ook aangegeven. Loop maar op met die bal, met de armbewegingen die ze maakt. En Brugs heeft natuurlijk een vrij aardige individuele actie. Bal komt voor het doel, niet voor de voeten van Van der Donk. Nog een keer voor. En daarna, dus niet in de buurt van Renate Jansen. Eerste druk nu, ook door die tempoversnelling van Brugs, richting het Schotse doel. Renate Jansen Groene. Ziet het net op tijd. Wordt verdedigd door McLean. En die ingooi gaat naar Schotland. Even werd er gedacht aan een systeemwissel. Andries Jonker, die overigens deze Pedro Martinez goed kent. Ze waren samen werkzaam bij Arsenal. Jonker als head of academy. En Martinez was jarenlang de coach van Arsenal. Spitsen. Laat hem lopen. Boot zich aan. Maar Kasperij neemt het risico om zelf de nodige meters te pakken. Is heel handig. En zo is er hier de nodige tijd voor Brugs. Dijkstra. Renate Jansen. Berestijn. Topscorer in Italië momenteel. Ninette Berestijn. Maakt er 5 voor Juventus. In de laatste 4 wedstrijden. Hartslagmeter moet goed zitten. Alles wordt bijgehouden. Natuurlijk aan de zijkant kunnen ze met de metingen direct alles zien. Gibson heeft iedereen weggestuurd en trapt. Roort wint gemakkelijk, maar de Schotten mogen opnieuw gooien. Van der Donk. Van de bal gezet. Is goed gedaan door Rodgers. Dit is die lange bal, zoals we die wel vaker zullen zien. Van de Schotten. Als ze proberen de ruimte te benutten, daar kan dan vervolgens Thomas achteraan. Of Emsley, die aan de andere kant speelt. Van Angel City FC. Nu nog niet zoveel gezien, maar dat is een hele goede. Als ze aan de bal komt. Van Domselaar. Parij probeert het lang. Berestijn een beetje trekken, een beetje duwen. Van der Donk ging er achteraan, dus wordt er op deze manier uitverdedigd. Wachten is nog op de eerste poging in dat 16 meter gebied. Eromheen lukt wel, nu nog erin komen. Brugs zou daar de kwaliteit voor moeten hebben met een goede voorzet. Moet ze wel daar in die hoek uit de drukte zien te verschijnen. Zo kan het ook.
Berestijn. Van der Donk niet. Roort zet druk. En zo komt Schotland er even uit, maar het duurt vooralsnog niet lang. Renate Jans let goed op. En hier is de spitsen. Kasparij. Martens, Brugs. En Martens moet afrekenen met Grimshaw. En dat is niet zo 1-2-3 gedaan. Zo kan het natuurlijk ook het bereik van het 16 meter gebied. En dat levert de kans op. En de eerste goal is heel vroeg daar. Het werk van Kasparij. En het afronden van Danielle van der Donk. Even was er applaus, dan gaan de handen van de bondscoach snel weer terug naar de rug. Maar hij zal tevreden zijn met het heel snel pijn doen van de Schotten. Want dat is wat je wil tegen zo'n stugge tegenstander. Geweldige actie natuurlijk in de voorbereiding van de Donk. Doet het slim is eerder bij de bal dan Lee Gibson, omdat hij nog even aangeraakt wordt. Maar het is een prima actie met de bal. Van Kasparij. Die heel makkelijk en goed dribbelt. En ervoor zorgt via Van der Donk dat zijn armen omhoog gaan. 36e goal in het Nederlands elftal voor Danielle van der Donk. In interland nummer 147. Dat geeft lekker wat lucht. Dat haalt de druk van het openingsgedeelte af, zo'n vroege goal. Nu niet aan de andere kant tegen schade oplopen bij de hoekschop die getrapt gaat worden door Emsley. En dus komen zij mee van achteruit. Sophie Howard van Leicester City. Dat zien we daar bij de eerste paal. Hier komt die goede trap. Gehaald door Roort. Groene doet daarna haar werk uitstekend. En dan kan Nederland er snel uitkomen. En dat doen ze met 4-4. Berestijn. Tempel kan erin blijven. Overstapje is goed genoeg. En dan komt de volgende kans. Maar Gibson. Heel goed op de eerste meters. Alert. En dus Renate Jansen net niet. Even een beetje in gevecht met de bal. Maar dan toch, als Roort moet laten lopen, bijna Renate Jansen. Het lukt niet om volledig effectief te zijn uit deze tegenstoot. In de eerste 10 minuten is het balbezit. Percentage 81% geweest voor Nederland. Dat is natuurlijk extreem hoog. Spitsen. Snel genoeg om daar eerder bij te zijn. In de rust bij Daphne van Domselaar. Clausen. Howard. Ze komen er wat meer uit. Schotten naar de goal. Kirsty Hansen komt niet bij de eerste paal naar de voorzet van deze Grimshaw. Die veel loopt. En eigenlijk overal te vinden is. De loopmachine van AC Milan. Dat hij met een gekraakte voorzet. Van der Donk. Eerste goal gemaakt sinds het wereldkampioenschap. Kasparij.
spitsen. Nederland comfortabel in het eerste kwartier. Groene. Opening niet gecontroleerd door Brugs. Dat gebeurt er niet zo heel vaak met haar techniek. Nog maar een keer die goal met het voorbereidende werk. Dus via de hak nog even komt hij voor de voeten daarvan van de Donk. Een beetje geluk voor Nederland. Maar goed, dat dwing je af door het daar ook op te zoeken natuurlijk. Het leidt tot mooie beelden. Hier op de tribunes van de Goffert. Wel opletten nu van Domselaar. Daar is het nu alsnog ineens een kans. Wat gebeurt daar nu? Ja, van Domselaar. Dat zien we toch niet zo vaak. En bijna was er nog Emsley. Terwijl die kans toch verkeken leek. Hier. Daar komt Emsley. En Van Domselaar heeft kennelijk ruzie met de bal. Emsley kijkt nog naar de scheidsrechter. Die wil verder van niets weten. Opvallend. Maar het loopt goed af. Dijkstra. Groene van Paris Saint-Germain naar Brugs van Barcelona. Groene die met Paris Saint-Germain op bezoek gaat in de Champions League bij Ajax. Dat moet hem goed doen, want Ajax het hoofdtoernooi heeft bereikt. Twente helaas niet. Het was een schrikmoment. Hier, als daar dus Van Domselaar de bal klem vast lijkt te pakken. Maar dan glijdt hij uit de handen. Hij is op tijd op de benen om de schade daarna niet te groot te laten worden. Met hulp van Kasparij. Die wat dat betreft heel nuttig is in de eerste 20 minuten aan beide kanten. Berestijn zag er handig bedacht uit. Maar goed, voortgedekt door Sophie Howard. Hansen. Rogers. En meer kruipt Schotland nu toch naar voren. Naar die goal. En is het toch even opletten hoor. Met wat momenten daar. Uitverdedigen van Jill Roord. Dat kan op deze manier. Dat is een panna. En het vervolg, dat is ook altijd prettig naar zo'n panna, is ook goed. Daar werd Rogers even te kijk gezet door Roord, die hier dan net niet bij kan. Het weggeven van een hoekschop. Zo zijn er toch wel dat eerste deel dat eigenlijk vlekkeloos verliep met de goal van de Donk als hoogtepunt. Wat momenten van verslapping. Nu dus van Dijkstra. Dit is helemaal niet nodig om op deze manier een hoekschop weg te geven.
Nu dus het volgende standaardmoment van Schotland. Het gaat richting de tweede paal. Daar wint Brugs het. De vorige keer was het een snelle counter. Dat zou nu weer kunnen. Groene. Maar dit is niet te belopen. Ook niet voor Berestijn. Ze is veel in beeld, in positieve zin. Nu een overtreding. Slordag nu. Nieuw Dijkstra, opgepikt door Rogers. Loveland. Mag ver komen, heel ver. Dus is hier Emsley. Voorzet voor het doel. En volgende poging geblokt. De rest mee Brugs. Moeten nu toch wel wat alarmbellen afgaan. Want schotten vallen meer aan dan dat Jonker had gedacht eigenlijk. En hebben de bal ook veel meer nu. In het tweede gedeelte tot nu toe. Kijk eens of dit lukt. Emsley. Zoals gezegd, kan veel als het gaat om de dribbel. Je zag Martinez even kijken naar de vierde official. Of hier niets aan de hand was met Kasperij. Maar de scheidsrechter wil van niets weten. Twijfelachtig. Roort. Groene. Spitsen. Roort. Heeft de tijd die ze ook zelf maakt om te keren. Dan gaat Kasperij weer. Brugs. En nu langs Esmee Brugs, wie is er voor het doel? Berestijn. En Brugs heeft dat wel gezien. Ook Martens stond daar. Maar de bal dus niet op maat. En is een vrije trap verdiend door Kasperij. Wordt het lichaam ertussen en wordt daarna bij het shirtje gepakt. Hier doet Brugs eigenlijk alles perfect. Loopt er op haar manier gemakkelijk langs. Maar dan valt hij er dus tussen, waardoor Corsi uiteindelijk kan uitverdelen. Daar staat Dijkstra, die is mee. Spitsen vraagt om veel beweging daar bij de tweede paal. Die krijgt ze ook. Jansen. Er blijft toch lucht in deze aanval. Groene. Deze bal is aan de harde kant. Brugs is snel genoeg om hem in eerste instantie binnen te leiden te houden, maar daarna dus niet. Start goed. Daarna is er wat reden tot ontevredenheid bij de bondscoach. Die van tevoren al aangaf. De Schotten niet te onderschatten natuurlijk. Gezien wat ze presteerden in de wedstrijd tegen de Engelsen. Opening is tekort van Renate Jansen. Kasperij. Geen aanname bij Emsley. Dus is hier
Jackie Groene. Brugs. Weer naar het midden, weer naar Berestijn. Die bal is nog te pakken. En dat doet Roort dus ook. Asparij. Het middenveld nu McLean. Van der Donk. Grimshaw. En de ingooi gaat naar Schotland. Tot verbazing van Kasparij. Vier keer in de geschiedenis wisten de Schotten te winnen van Nederland. Dat gebeurde alle keren op Cyprus. Cyprus Cup. Berestijn, veel gehinderd om goed te kaatsen. Hinder was van Sophie Howard. Weer de lange bal. Onderdoor gaat Thomas. Dijkstra. Brugs. Berestijn maakt hier naar de zijkant uitgeweken. Dat is niet onverstandig, want in het centrum komt ze er eigenlijk niet aan te pas. Voordeel wordt hier gegeven. Brugs. Speelt door de Schotten hier Doherty. Met wat geluk. Hansen toch nu. Van Aston Villa dus. Op zoek naar het avontuur. En volgende hoekschop. Het lukte Nederland niet om door te bijten. Door te drukken naar die openingsgoal. Die vroege openingsgoal van Danielle van der Donk. Daar zit Vivianne Miedema. En ook Pelova. Dus ziek is geweest deze week. Veel trainingen miste. Vandaar dat ze op de bank begint. De scheidsrechter laat even weten dat daar in het doelgebied niet te veel geduwd en getrokken moet worden. Voor de neus van Van Domselaar. De rest is in vergadering van de Schotten. Op de penaltystip. Eens zien wat dat gaat opleveren. Deze variant. Met Emsley, die dit dus graag doet. Bij de tweede paal van Domslaar twijfelt wat op de lijn. Maar er komt geen doelpoging. Brugs. Berestijn. Van der Donk. Groene nu. Helemaal hier. Om de opbouw te verzorgen. Dat gebeurt dan via Dijkstra. Roort. Nathan Jansen. Van der Donk. Spitsen. Hier is goed te zien dat ze wel willen jagen. Schotland. En dat lukt even. Thomas. En nu helemaal. En weer Thomas. Groene. Wat ze ook goed kan, namelijk het herstellen van balverlies. De beweging van Brugs mislukt. McLaughlin. En een goed schot zeg. En een nog betere redding van Van Domselaar. Kirsty Hansen. Ja, dit is Van Domselaar in optima forma. Strekken. Tikken. Stijlvol. Genoten. Bij Aston Villa. Kennen elkaar dus goed. En de winnaar van dit duel heet Van Domselaar.
Wel de volgende hoekschop nu vanaf de andere kant van Domselaar opnieuw. Groene. Roort. Het wordt dus. Het duurt allemaal net even te lang om er echt een wat hoger tempo in te krijgen. Nu dan. Jansen is natuurlijk snel genoeg. Voor het doel alleen Berestijn. Roort wil hem heel graag en krijgt hem ook, maar raakt hem verkeerd. Dan is nog Brugs. En dan ziet hij er dus wel in. Ja, dat hangt er voor Esme Brugs. En al gaat het met de nodige pijn en moeite na het eerste kwartier, nu toch riant op 2-0. De mislukte poging van Jill Roort en dan ja, zo uitverdedigen moet je dus niet doen. Fout van Sophie Howard. En Esme Brugs hoeft eigenlijk alleen maar rustig binnen te tikken. Maar dat moet je nog wel even doen. Zevende in oranje voor Esme Brugs, 2-0. En daar zit ook wat opluchting in die vuist van Andries Jonker. Omdat het niet de beste fase was in de wedstrijd van Nederland. Roort. Er zijn er veel aan deze kant, heeft Roort dus gezien. Martens. Groene. Stofzuigen. En dus nog een keer Martens. Martens! Bal wil niet naar beneden. Het was een geplaatst schot. De zwaartekracht werkt niet mee. Van de Donk. McLean ruimt op. Daarna toch. Berestijn. Een tikje. Valt allemaal mee. Krabbelt op. Vrije trap van Nederland. Met nog ruim 10 minuten in deze eerste helft. Dan gaat die arm omhoog om duidelijk te maken wat de bedoeling is. Spitsen. De bal valt niet op het randje van het strafschopgebied voor Roort van de Donk. Tikje in het gezicht. Vandaar dat de scheidsrechter snel ingrijpt. Op het hoofd zo te zien. Of hoofd tegen hoofd. Daar heeft McLean van Rangers geen last van de Donk. Wel een beetje. Vandaar dat er even naar wordt gekeken. Een van de speelsters van Rangers dus. Kirsty McLean. Het geeft de gelegenheid, de blessurebehandeling, om even te kijken naar de hoogtepunten tot nu toe. Dat zijn namelijk eigenlijk altijd de doelpunten. Hier heeft u ze. En vooral deze tot stand gekomen met hulp van Sophie Howard. De 25e interland dus. En 7 goals, dat is een mooi gemiddelde. Voor Esme Brugs. De
zij dus op 36 goals in 147 interlands. Van der Donk is klaar om terug te keren, is nu binnen de lijnen. En wordt eigenlijk nog over het hoofd gezien. Sprint nu het 16 meter gebied in, maar daar is de bal nog niet. Die valt er net achter namelijk. Kasparij. Thomas. Kasparij. Allemaal gedaan. Door Martens. En zo is de doortocht daar. Wie haalt er vernietigend uit? Voorlopig nog niemand. Dit is ver spitsen, maar ze kan het natuurlijk wel. En dwingt aan die kant nu Lee Gibson tot een Van Domselaar-achtige redding. Heeft de tijd om aan te leggen. Je weet dat als ze hem lekker raakt, dan is het vaak zo'n kanonskogel door het midden. En ook deze. Goed genoeg gepakt. Voor de keeper van Glasgow City FC. Een minuutje of acht nog in de eerste helft als spitsen trapt. En Brugs daar maar net onderdoor gaat. Ook altijd mooi zo van achter. Recht in het schot kijken. Dat dus hard is. En ook hij zag dat hij vol op Gibson afging. Zo de spitsen de record international van Nederland natuurlijk. Dit is de 224ste keer in het shirt van Oranje. 33 is ze. Stijn vertrekt en is snel genoeg om achter de captain van de Schotten te duiken. Die zich helemaal verkijkt, Corsi, op die bal. Hier gaat Berestijn voor het doel Martens. Berestijn wil het zelf doen. Ja, is natuurlijk in vorm bij Juventus. Wat overigens ook geen Champions League gaat spelen. 5 goals in de Serie A. Er vliegt veel in. Jansen heeft alle tijd om iets te doen met die zwakke trap van Gibson. Roort. Kasparij. Dat is een goede combinatie. En Brugs is er vandoor. Hoe ver komt ze? Brugs! Ja, ver genoeg, maar niet tot het resultaat wat in de gedachten rondspookte, namelijk het maken van een tweede goal vanavond in de verre hoek. En net iets te veel uit balans gekomen na dit balletje opzij om goed te kunnen mikken. Inmiddels dus van Barcelona. Maar ze gewoon toch
al vrij snel aan de nodige speeltijd toekomt. Dat is op zich al knap. Nog steeds maar 20. Van der Donk. Brugs nu een opening bedoeld voor Renate Jansen. Onderschepping is van Doherty. Maar Schotland in de tussenfase van deze eerste helft nog wat in de buurt kwam van het Nederlandse strafschopgebied, is dat nu al een tijdje niet meer zo. Renate Jansen. Van der Donk. Uiteindelijk hier Brugs, maar die leunt een beetje te veel op Claire Amstley's schouders nadat de vrije trap gaat naar de Schotten. Amstley was de eerste Schotse die ooit scoorde op een wereldkampioenschap. Dat was in 2019, het laatste toernooi waar de Schotten aan meededen. Speelde ook op het EK van 2017 hier in Nederland. En wonnen van Spanje. Toen nog. Enige overwinning. En deden dat in het stadion van Go Ahead Eagles. De Adelaarshorst. Parij loopt toch heel gemakkelijk keer op keer wat dat betreft. Met de bal aan de voet. Renate Jansen in de slotminuten van deze eerste helft. Die wat moeilijke momenten heeft gezien. Uitstekende redding van Van Domselaar. Maar over het grootste deel van de eerste 45 minuten is Nederland toch de baas geweest. Met die twee goals. Dijkstra. En hier komt misschien nog iets aan. Renate Jansen de zure bij Schotland. Nederland gaat door. Ook hier. Als het geen hoofdblessure is, dan mag dat. En dat is het niet. Dus gaat Brugs er nog een keer voor. Voorzet Brugs. Berestijn niet. Is dat geen hens? Scheidsrechter laat het gaan. Roort snapt daar niets van. Volgens mij heeft Roort een punt. In de laatste minuut van de officiële speeltijd kan Nederland nog een keer naar voren. Met Groene. Martens. Kasparij. Zo gaat het met moeite toch verder. Dan is het daarna te kort. Martens was het. Corsi. Dijkstra. Nog een keer Dijkstra. Tegen het hoofd van Marta Thomas op. Die blijft liggen. 1 minuut. Toegevoegd aan deze eerste helft. Dijkstra heeft hier geen last van. Doe wat verre, stevige duels. En nu gaat Thomas, de topscorer van de WSL trouwens, van de Engelse competitie, naar de kant. 6 heeft ze erin liggen. En ze zal voor een paar seconden nog even terugkeren binnen de lijnen zo direct. Want het is zo goed als rust.
Van der Donk, Berestijn nog een keer, maar Gibson is er. En is er snel. Dan is het nu eigenlijk wachten op het rugsignaal van Borkowska. Ja, maar als Berestijn nog even druk zet, wordt het nog bijna gevaarlijk. Van Domselaar trapt nog. Martens. En dan hier het moment waar we op hebben gewacht. Zij maakt er 1. Dat was de 2-0. De eerste was van Van der Donk. Een mooie redding gezien van Van Domselaar. Over het algemeen heeft Nederland het stuur stevig in handen. Zeker qua stand waren wel wat momenten dat de Schotten wat dreigend oogden. Maar over het algemeen geen problemen. Halverwege in de Goffert staat Nederland op een 2-0 voorsprong tegen Schotland. Terug in de Goffert in Nijmegen, waar het Nederlands elftal dus met 2-0 leidt tegen Schotland. Het eerste doelpunt werd gemaakt door Van der Donk. De tweede na ruim een half uur spelen door Esmee Brugts. Ben je een beetje te spreken over het Nederlands elftal in die eerste helft? Ja, ik denk dat Nederland een oké, prima eerste helft heeft gespeeld. Kans gecreëerd. Veel balbezit natuurlijk gehad. En ik denk ook dat Nederland op een aantal eigen slordigheden na niet in de problemen is gekomen. En daarbij natuurlijk ook de voorsprong natuurlijk verdedigd nu. Ja, er waren met name omzettingen achterin. Noodgedwongen door de afwezigheid van Dominique Jansen en Victoria Belova. Hoe vind je dat het staat? Ja, ik vind met name Kerstin Kasperij die rol van Dominique Jansen echt goed oppakken. Speelt met heel veel vertrouwen, met veel flair. Je ziet dat zij snelheid heeft en dat ze daar ook veel mee kan compenseren. Echt een positief beeld. Dit soort momenten, gewoon durven instappen en die bal tussenin oppakken. Goed afleveren. Het is dit soort momenten ook. Rustig blijven. Kijken wat de oplossing is. En ook niet bang zijn om gewoon door te dribbelen als er ruimte voor is. Dat vind ik heel prettig. Het is natuurlijk even afwachten wat ze aan die linkerkant doet. Maar eigenlijk merk je dat zij gewend is om op zoveel verschillende posities te hebben gespeeld. Dat ze ook hier weer gewoon makkelijk uit de voeten kan. En in de aanloop van het doelpunt deze bal geven. En vervolgens als je hem dan weer krijgt deze dribbel inzetten. Uiteindelijk is de voorzet niet helemaal perfect. Maar het komt goed voor Van der Donk en die maakt hem af. Ja, ik vind Kasperij echt goed spelen. Ja, en dan is die andere toch wel verrassende naam achterin. Die van Renate Jansen. Ja. Dat is normaal gesproken iemand die de doelpunten moet maken. Nu moet ze als een wingback die hele flank bestrijken. Ja. Lukt dat goed? Ja, dat lukt zeker goed. Ik denk dat ze dit soort momenten zien we veel. Ze houdt het veld heel erg breed, waardoor het ook weer ruimte geeft. In dit geval voor Roort om de diepgang te zoeken. Er gaat wel heel veel over de linkerkant, maar dat is natuurlijk ook logisch. Met een Brugs, Martens, Van der Donk. Maar de dingen die Renate Jansen doet, hier ook in een uitbraak, corner verdedigend. Ja, ze levert een fantastische paas op in de omschakeling op Berestijn. Ik denk eigenlijk dat Renate Jansen de rol gewoon heel prima invult. En dat eigenlijk beloont ze daarna zichzelf. Maar ja, ook ze staat aan de basis van de 2-0, hè? Met het doelpunt inderdaad. En hier doet ze het prima door af te kappen en eigenlijk niet meteen voor te geven. Ja, en dan word je hier een beetje geholpen met uitverdedigen. Maar ja, prima van Brugs uiteindelijk de tweede gemaakt. Engeland staat overigens met 1-0 voor tegen België. Maar ik begrijp dat het doelpunt al viel in de 12e minuut. Zegt ook wel iets, hè? Ja, dat wij het echt zonder in de eigen hand zien hebben natuurlijk. Ja. Dat is natuurlijk wel fijn als België wat puntjes laat liggen. Ja, en Nederland, ja, dat gaat niet meer mis vandaag. Het is ook, Schotland is echt, weet je, hun hele middenveld is er niet. Hun grote ster, Caroline Weir, is er niet. Dat merk je echt. Ze zijn echt een stuk verzwakt. Ja, en Mandy zei het al, hè? Als er dan wat mogelijkheden ontstaan, dan is dat omdat het Nederlands elftal ze zelf inleidt. Ja, hele vreemde momenten af en toe. Echt een enorme afwisseling van waanzinnig voetbal en dan dit soort dingetjes. Hier Daphne van Domselaar, die lijkt te schrikken van Emslie. Houdt ze toch dat been even vast? Ja, en dat is gelukkig dat er geen VAR is, want daar kan je gewoon op afgestraft worden. Ja, het is heel het hoge pieken, diepe dalen vandaag. Simpele dingen, gewoon verkeerd doen. Het is toch opmerkelijk.
Ja, en dat leidt dan uiteindelijk wat kansjes in. Maar het Nederlands elftal komt op geen enkel moment echt in de problemen. Nee, want dit Schotland is niet bij macht om Nederland eigenlijk pijn te doen. En zeker niet nu met deze score. En ik ben het eens wat Leonne zegt. Nederland gaat de tweede helft ook niet meer in de problemen komen. En zeker niet als ze ook de slordigheidjes eruit weten te halen. Maar dit Schotland heeft niet genoeg kracht om Nederland pijn te doen. Ja, en bewijst dit dan ook de keuze van Jonker om het... Maar eigenlijk de formatie te laten staan in elk geval. Om toch weer met die vijf achterop te spelen. Ja, dat denk ik wel. En ik zie ook geen reden om dat nu aan te passen. Zeker niet een tegenstander waarin je verwacht in ieder geval de bovenliggende partij te zijn. Er zijn toch veel spelers die op deze manier ook goed tot hun recht komen. Dus ja, ik denk dat de keuze van Jonker voor deze formatie op dit moment prima te begrijpen is. Ja, je ziet ook hoe vaak Esmé Brugts aan de bal kan komen. Hoeveel ruimte er dan is. Als je de bal weet te verleggen van de ene naar de andere kant. Er zit echt een zee van ruimte in. Ja. Ja, dit systeem. Jansen geeft de voorassist en de andere back die schiet hem in. Ja, dat is eigenlijk het bewijs dat dit team in dit systeem werkt. Ja, hier zien we nogmaals de goal. Ja, het is met de ene bal per. Op Roort, die niet de meest gelukkige wedstrijd speelt. Nee, ook hele goede momenten afgewisseld met momenten dat ze eigenlijk een beetje te nonchalant wordt. Weet je, die panna die ze dan geeft en vervolgens eigenlijk nog een keer zo'n moment probeert op het moment dat je dat niet moet doen. En je ziet wel dat Schotland toch iets defensiever staat. Dus Lieke Martens en Jill Roort hebben vaak twee spelers om zich heen staan. Dus die ruimtes zijn afgedekt, maar daardoor zie je dat er zoveel andere ruimtes ontstaan waar je makkelijk onderuit kan voetballen. Ja, Brugts moet toch het idee hebben dat ze op vakantie is. Toch wel ruimte krijgt ze. Ik weet niet of ze dit vaak mee heeft gemaakt, maar het is toch een lekkere wedstrijd. Ja, en daarom zei ik, er gaat vooral heel veel via die linkerkant. Maar dat is inderdaad ook logisch met de spelers die daar staan. Dat is ook niet erg, toch? Dat is helemaal niet erg, want je moet zorgen dat je natuurlijk inderdaad... Je beste spelers moeten aan de bal krijgen. Dus, ja. En ik denk ook dat Kasper Rij daar een belangrijke rol in speelt. Die neemt initiatief door in te dribbelen, door een tegenstander op te zoeken om vervolgens Brugts aan te spelen. Dus je ziet dat er initiatief wordt getoond, dat er spelers worden opgezocht en ook uitgespeeld. Ja, en dan komt Brugts natuurlijk helemaal aan de kracht, want dan gaan we natuurlijk, heeft ze nog minder spelers die haar kunnen verdedigen. En voor Kasper Rij natuurlijk ook lekker om te zien wat er aan die linkerkant allemaal loopt voor haar. Ja, en weet je, zij speelt met zoveel vertrouwen. Ik vind dat wel knap, want bij de club speelt natuurlijk bij Manchester City speelt ze eigenlijk niet. Pas 90 minuten tegen Everton gespeeld dit seizoen. En moet concurreren op de backpositie en nu mag ze starten en speelt dan met zoveel vertrouwen. Het is wel lekker inderdaad met een Esmé Brugts bij en een Danielle van der Donk voor je. Dat draait wel, dus dat is mooi. Ja. Ja, nou hebben we het vooraf even gehad over de belangrijkste aanwezige die afwezig is in de basisopstelling, namelijk Vivianne Miedema. Is 2-0 al genoeg om haar een kwartier voor tijd te brengen? Nou ja, als je het mij vraagt, zou ik het niet doen. Niet bij deze score, niet. Ik zie gewoon niet de meerwaarde nu. Ja, het publiek zal helemaal uit het dak gaan en voor Vivianne Miedema zal het een fantastisch moment zijn. Maar ja, ik ben toch altijd wel voorzichtig met dit soort blessures. Ja, jij bent heel voorzichtig. Ja, ik was aan de voorkant voorzichtig. Maar als ik hier dan sta en denk, als de wedstrijd zie, denk ik, doe gewoon, joh. Waarom niet? Al blijft ze maar staan, al staat ze er maar. Dan het zou voor haar wel natuurlijk echt een ultieme kick geven om in een thuiswedstrijd van het Nederlands zelf alweer het veld in te bouwen. En je komt niet meer in de problemen als het goed is. Dus. Ja, oké. Okay. Goed, we gaan het zien. En Jeroen Elsoff, die kan ook beoordelen vanaf de tribune of er nu al gewisseld is door een van de beide bondscoaches. Jeroen. Ja, we weten wel voor wie dit spandoek bedoeld is, maar die komt er nog niet in. De bondscoach van Oranje heeft niet gewisseld. Die ander heeft wel het een en ander in gedachten. Hier staan Fiona Brown en Lisa Evans klaar. Nou, voor Evans is dat een mooi moment, een goed bekende van Miedema trouwens. Want Evans gaat beginnen aan haar 100ste interland. Inmiddels van West Ham United, ex-Arsenal. Ze komt voor McLean. En dan krijgen we dus ook nog Brown. Hier. En die komt voor Emsley. Dat is dan wel weer jammer, want van Emsley hadden we misschien iets meer verwacht. Wat momenten gezien. Maar die blijft dus achter in de kleedkamer. Hier onder de hoofdtribune van de Goffert. Fiona Brown van Rosengard in Zweden. En dat zijn dus de nodige wissels. Schotland weet dat
de vierde plek rechtstreekse degradatie betekent uit deze groep. Dan kan je ook niet meer rechtstreeks naar het Europees kampioenschap. Want de kwalificatieloting hangt vast aan deze Nations League. Als je derde wordt in deze groep, dan speel je promotie-degradatie-wedstrijden. Dan heb je als tweede niet mee te maken, dan blijf je er gewoon in. En de nummer 1 gaat dus strijden voor een plek op de Olympische Spelen. In een finale ronde, 3 tickets daar. En dat is waar Nederland voor gaat. En dat heeft Nederland vooralsnog allemaal in eigen hand. Maar dan moet het wel blijven winnen. Loveland van Rangers. Toegenoten van Tesselmiddag. Rustig begin van de tweede helft met die voorsprong dus. Mocht de ploegen gelijk eindigen in deze groep, dan is onderling resultaat doorslaggevend. Nederland speelt dus dinsdag op Hampden Park. Mooie Hampden Park in Glasgow. En dan 1 december Wembley tegen Sarina Wiegman. Ik hoop dat de laatste wedstrijd dan spannend blijft. En dat wordt de thuiswedstrijd op 5 december tegen de Belgen. Dan weten we hoe Nederland er definitief voor staat met het oog op de eventuele Olympische plaatsing. Van Domselaar, Dijkstra, Renate Jansen, Roort. En zo voetbalt Nederland goed verder met Renate Jansen die nu alle tijd heeft. Een goede voorzet heeft natuurlijk en dat komt er dan net niet uit. Schotland verdedigt uit. Groene mist met de tackle. Daarna duel goed aangegaan door Roort. Problemen. Echt voor de eerste keer aan de bal, maar dat lost ze zelf op. Kasparij. Doherty. Opnieuw. In Falkirk geboren Nicola Doherty. Hier is Lee Gibson. Sophie Howard. McLaughlin. Spitsen. Kasparij. Spitsen. Lastig voor Roord. Opnieuw spitsen.
wat momenten na in die eerste helft ook. Doordat Nederland wat onnauwkeurig was. Hebben we de Schotten toch eigenlijk niet echt gezien. Tegen de Engelsen deden de Schotten het heel goed. Ook na rust. Ja, dat was dus met al die inmiddels geblesseerden er wel bij. En dat scheelt nogal een slok op een borrel. Weir van Real Madrid is niet. Watson. Kerr. Ook een aantal kruisbandblessures, wat we zoveel zien in deze sport. En daardoor de Schotten dus zwaar gehavend. Thomas gaat erachteraan, maar kan tot niets komen van Domselaar. Spitsen met een diepe bal op Berestein. Die kan daarop lopen. Zeker. En het zo doen. Linet Berestein. Mooie goal. En 3-0. Eerste moment naar rust. Tweede helft komt kalm op gang. Attentie voor de paas van Sherida Spitsen. Er werd in de eerste helft al een paar keer goed op geloerd. Dan kwam het net niet goed uit. En nu dus Berestein. Wordt vaak gezegd dat het net niet is. Maar nu is het heel erg wel voor Linet Berestein. Mooi afgerond met de buitenkant. Langs en over Lee Gibson. En voor Berestein in Interland 97. Ze gaat ook naar de 100 toe. Doelpunt 27. Er is vanavond, ziet Andries Jonker ook, geen vuiltje aan de lucht. Nu werken aan meer goals. Nu gewoon lekker doorgaan zo. Geen enkele reden tot zorg dat het vanavond nog mis zou kunnen gaan. Hansen levert in. Spitsen direct naar voren. Wat een ruimte zeg. Ik denk dat Martens het zelf niet eens door had. Anders had ze ongetwijfeld opengedraaid. Nu kan Van de Donk dat rustig doen. Veel te lang gerekt. Het elftal van de Schotten. Van de Donk kan ook zomaar doorlopen. Van de Donk en een hoekschop. Schotten liggen om. En dit allemaal, wat uiteindelijk leidt dus tot die corner nu die getrapt gaat worden door Sherida Spitsen. Dan is de paal, daar gaat hij overheen. Van de Donk op die manier ingebracht. De Schotten krijgen hem gewoon niet weg. Berestein kan ook in het duel komen. Martens. En de volgende vanaf dezelfde kant. Weer Spitsen achter de bal. Ze geeft zo vaak een assist uit een hoekschop. Dat lukt hier niet. Zo'n assist uit openspel, dat zien we niet zo heel vaak. Van Spitsen de laatste jaren. De laatste keer dat ze op die manier aangever was, was in april 2022. De wapen Spitsen
bekend bij hoekschoppen en vrije trappen. Maar dit was dus alweer even terug. Weer een lange bal. Nu is Beresteyn kansloos daarop. Dijkstra kan vooruit. Beresteyn. In de bal gekomen. Van Domselaar. Kasparij. Martens. Brugs. Blijft ze zitten of gaat ze straks toch, dat zou dan echt voor het publiek zijn, voor het gevoel natuurlijk, een paar minuten krijgen. Want als ze komt zullen het er niet meer zijn dan een paar. Dat zijn de afspraken die er ook met de club zijn gemaakt. Brugs. De laatste keer ook dat Miedema tot scoren kwam in het Nederlands team was tegen Schotland. Eerst maar eens een nieuwe hoekschop van Serida spitsen. Nu is het doelgebied druk bezet. Met Brugs die nu de tweede paal opzoekt. Gaat naar de eerste. En dan wordt het een nieuwe hoekschop. Dus kan spitsen rustig blijven staan daar in de hoek. Spitsen. En Gibson. Doherty. Rodgers. Laughlin. Verlengd door Hansen. Hier is Evans. Hansen, voorzet, is nog knap lastig. Het wordt een hoekschop zelfs. Ja, van Domselaar moest snel naar de eerste paal toekomen. Is het niet eens met het signaal van de assistent. Ze gaat ook nog even praten met de scheidsrechter, Korkoska. Maar die beslissing gaat echt niet meer teruggedraaid worden. Hier gebeurt dat. Ja, dat is op deze manier niet te zien. Maar ze had hem, denk ik, toch rustig op een andere manier veilig kunnen stellen. Het is Evans die de hoekschop trapt. Beresteyn geklopt in het duel. Kan er een schot van afstand komen? Ja, maar die kan Van Domselaar rustig laten lopen. Rachel McLaughlin. Werd al 5 keer kampioen in Schotland. Bij succesclub Glasgow City FC dus. En dan speelt ze van Rangers. Het is een fase dat de Schotten meer jagen. Daar in de hoek nu ook bij Jansen. En hier bij Roord. En de Schotten mogen zelfs gooien. Groene werkt hard. En met succes van de Donk. Groene krijgt daarna nog wel een tikje. Vandaar dat ze even... blijft zitten, geknield op de grasmat. Nu toch overeind. En dan speelt verder met spitsen. En met Kasparij. Groene, nu een foutje. Dat gebeurt vlak nadat ze even pijn had. Wellicht dat dat ermee te maken heeft. Hansen. Ineens is er weer zo'n, het is in de eerste helft, wat betere fase van de Schotten. Dit is heel... ja, ongecontroleerd dat wat Hansen doet. En het schot is aardig weer van McLaughlin. Maar Groene
binnen een paar minuten tijd nu toch wat gehavend meer. Een beetje lomp inkomen hier op eerst de bal, maar daarna toch ook de binnenkant van het scheenbeen. En dit gebeurde dus vlak daarvoor. Ze moet even groene hebben, want hier op de tenen getrapt door Fiona Brown. Een hoge pijngrens. Zelden zien opgeven. Jackie Groene. Staat na ruim een uur nog altijd op een 1-0 voorsprong tegen België. België de koploper in deze groep. Engeland heeft net zoveel punten als Nederland. Brugs. Roort. Werkt zich daarna terug aan de bal. Roort. En misschien komt ze dan alsnog wel tot iets. Roort, Roort. Van de Donk. Asparij. Groene. Over de as. Daar kan het ook wel, want het is minder druk dan verwacht. Martens levert in. Counter eruit gehaald. Goed door terug te lopen door Dijkstra. Tekort. Spitsen nu. Hansen. Je ziet de frustratie in de onderlinge afstemming vooraf bij de Schotten, die dus wel wat hebben gewisseld nu van posities met die invalsters erbij. Deze Hansen is dus aan de rechterkant terechtgekomen. Maar de jeugdspeler van Manchester United kan daar toch ook eigenlijk maar weinig bewerkstelligen. Speel ik nog samen bij Man U met Jackie Groene trouwens. Martens. Ineens helemaal vrij, Lieke Martens. Berestijn onderweg. Martens, waar naartoe? Nergens naartoe. Zwakke voortzetting. Op het lichaam van Corsi. En deze gaat naar de Schotten. Loven. Over Groene heen. Hier is Thomas. Jansson Hansen. De spitsen zag dat de weg terug misschien wat risicovol was. En heeft bovendien de tijd om het zo op te lossen. Kasparij krijgt een tikje naar de draaimolen. Valt er zelf uit, maar krijgt een vrije trap. Groene. Jansen. Berestijn kan erbij. En krijgt de volgende kans. Kiepste lag al. Maar lag dusdanig goed dat Berestijn de bal net niet onderdoor kreeg. Als ze de diepte zoekt en goed aangespeeld wordt, dat gebeurt nog net iets te weinig, dan is het direct kansrijk. Het duimpje mag er zijn natuurlijk. Dat was een grote kans tegen de benen van Lee Gibson geschoten. Damaris gaat komen zo direct met Pelova. Eerst deze hoekschop.
spitsen. En dan de zijlijn geplakt. Nederland komt eruit door nauwkeurig te zijn. Dan gaat het terug naar Van Domselaar. Kaat van Martens, Roort, Groene. Van der Donk moet oppassen. Remshaw in de rug. Van der Donk wacht even. Is dan te kort, spitsen Nederland even wat onnauwkeurig nu. Omdat het misschien wel wat te gemakkelijk gaat zo nu en dan. Van Domselaar kiest voor de lange bal. Brugs wat minder zichtbaar naar rust. Over dan nu. Als ze een overtreding maakt, dan komen de wissels aan. Jacky Groene wordt naar de kant gehaald. En hier is dus van Olympique Lyonnais Damaris Eguirola. Groene een paar tikjes gekregen net. Heeft zoals altijd veel gegeven. En krijgt nu rust. En verder gaat naar de kant nu Esme Brugs. Daarvoor zien we Pelova. Die ziek is geweest. Speelster van Arsenal. Maar nu toch het laatste deel van deze wedstrijd mee kan doen. Hij trap getrapt door Brown. Overname. Roort. Hier is Pelova. Die raakt de bal met de hand. Ja, daar gaat ze. En dat is te horen in het stadion. Vandaar ook de glimlach. Van Dongen lacht. Iedereen lacht. En ze lacht zelf ook, Miedema. Als hier Schotland ineens dichtbij is. En dat scheelt niet zoveel, die kopbal van Howard. Nog aangeraakt. En dus wordt het een hoekschop. Misschien via de rug van Dijkstra en nog wat vingertoppen van Domselaar. Volgende hoekschop. Naar rust hebben we er van Schotland nog niet zoveel gezien. Kan er een counter komen? Jazeker. Als Perestijn een meewerkende bal heeft, maar die doet dat nu even niet. Ja, als je nu je warming-up gaat doen, dan ben je geneigd te zeggen dat dit een mooier welkom terug wordt dan alleen op de bank. Het publiek wil de topscorer aller tijden. Vivianne Miedema, 95, heeft ze erin liggen. Een paar minuten zien. De vraag is of Jonker daaraan mee wil werken. Ik heb het vermoeden van wel. Rodgers. Ja, Maris. Opening op Pelova, die alle tijd heeft in het 16 meter gebied. Eigenlijk alleen Berestijn. Daar sluit Van der Donk nu aan. Hetzelfde geldt voor Martens. Damaris en Berestijn. Ja, twee goals naar rust van Linette Berestijn, die haar clubvorm bevestigt bij het Nederlands team. En ze wordt ook op maat bediend, ook nu, bij deze goal.
eerst de opening op Belova. Dan heeft Nederland nog wel wat werk te verrichten om te komen tot waar het wil zijn. Namelijk in het 16 meter gebied. Maar let op deze trap van Damaris. En naar de grond gekopt. Berestijn. Vlag blijft omlaag. En zo is het 4-0. Maar een mooie assist. Net als die van Spits eigenlijk op Berestijn. Nu Damaris. Zijn mooie cijfers. Op een avond die naar wens verloopt voor Andries Jonker en zijn elftal. En zo is er eigenlijk nog maar één ding dat ontbreekt op een avond als deze. En daar is dan nu het wachten op. En daar zijn ook vele ogen op gericht. De warm-up aan de zijkant. En wanneer komt daar een signaal voor terugkeer van Viviane Minema? Eerst lijken er nu wat anderen zich ook klaar te maken. Met een ooghoek zie ik Van Dongen. Gibson trapt. Berestijn. Belova. Naar binnen. Belova. Dubbele dekking. Maar daar komt zonde vandaan. Dijkstra. Belova wordt veel aangespeeld sinds binnen de lijnen staat. En kan rustig de acties maken in het 16 meter gebied van de Schotten. Dijkstra helemaal hier. Het wachten is op de volgende. Met nog ruim een kwartier. Nederland houdt het tempo hoog genoeg. Het zou toch tot 5 moeten kunnen komen als het zo doorgaat. Lynn Willems en Merel Van Dongen zijn de twee die gaan komen zodra het spel stil ligt. Hier staan ze klaar van Wolfsburg en van Atletico Madrid. Wat gebeurt er daar? Een beetje voelen. Eerst maar eens zien wat er hier gebeurt. Wilms voor Kasperij en ook Dijkstra. Heeft het uitstekend gedaan. Zo is er speeltijd voor Merel Van Dongen. Dat was voor Van Dongen ook prettig. En voor Lynn Wilms. Ook geen Champions League trouwens voor Wolfsburg. Een van de grootste dreunen in de voorrondes. Uitschakeling van de Duitse grootmacht. Daar was voor het eerst Van Dongen.
manier gaat Nederland op jacht naar een hattrick van Berestijn wellicht. Of Pelova, daar is nog niemand. Qua bezetting komt het daar niet uit voor het doel om de 5-0 te maken. Pelova. Uit spel. Er is heel veel overleg. Misschien dat er iemand is in het veld die kampt met een blessure. Aan de zijkant bij de technische staf bij Andries Jonker. Er wordt daar meer gesproken dan doorgaans het geval is. En dus ook geschreven. U ziet daar Arvid Smit. Van Telstar en PSV onder andere. En hier komt Schotland er ineens doorheen met Grimshaw en Hansen. En daar gaat die vlag omhoog. Even kijken wat de scheidsrechter doet, inderdaad buitenspel. Bovendien had Van Domslaar hem te pakken. Hier klopt het voor Thomas, die daarna langs de bal maait. Nog een keer Hansen met een afzwaaier. De Schotten hebben ook nog heel wat plannen. Gaan ook nog drie keer wisselen. Davidson. Clark van Liverpool en Jamie Lee Napier van Bristol City. Wij kijken naar de andere dugout waar Miedema nu naar binnen gaat. En de vraag is, wat wordt de boodschap? Krijgt ze te horen dat ze zich moet gaan klaarmaken? Of laten ze toch nog even lopen? Dit lijkt op serieus klaarmaken. Hier komen dus die zojuist genoemde drie. Thomas er vanaf. Die komt van Glasgow City. Davidson maakt makkelijk doelpunten. Napier. Maar wij kijken hiernaar en het gaat gebeuren. De entree van Miedema. Al is het maar voor even. Een knuffel. Even iedereen langs, hard gewerkt. 10 maanden revalideren. Met ups en downs zoals het hoort bij zo'n kruisbandblessure. En nu terug
De laatste goal was tegen de Schotten op 2 september 2022. Laatste interland. Die tegen IJsland. Daarna een paar interlands overgeslagen. En toen de blessure in december. Van Domselaar heeft afgelopen weekend maakte Miedema al de rentree bij Arsenal. Toen stond ze minutenlang klaar, maar werd er maar geen overtreding gemaakt of ging de bal niet uit. We zien hoe lang het nu duurt. Ik vermoed dat er anders wel een ploeggenoot is die zo vriendelijk is om hem over de zijlijn te trappen. Martens voorlopig niet. Maar wel een overtreding, dan zal het hier gaan gebeuren. Terug in het Nederlands elftal. Na lang blessureleed, na 10 maanden revalideren, Vivianne Miedema. Voor een minuut of 10 blessuretijd meegerekend. Ze vervangt dus Renate Jans. Ja, we hebben gezegd dat de avond zou mooi en perfect zijn bij een invalbeurt van Miedema. Om het een 10-plus te maken bij deze stand 4-0. Dan zou het doelpunt natuurlijk helemaal een droomscenario zijn. We wachten af. Eerste balcontact. Miedema. Vooruit. Even voelen. Even wennen. Van Dongen. Roort. Spitsen. Miedema. Even voelen waar de tegenstander is. Hier is Martens. Belova. Berestijn. 1-2 is goed voor het doel. Miedema naar de eerste paal. Daar. De bal net te scherp. En dus Gibson. Schuin oog kijken we ook naar die andere stand in deze groep. Die is nog altijd minimaal in het voordeel van Engeland tegen de Belgen. Van Dongen. Overtreding van Kirsty Hansen. Berestijn is naar de rechterkant gegaan. Miedema gaat hier achter de bal aan. Heeft er natuurlijk in het centrum minder snelheid dan Berestijn. Berestijn overigens die nog nooit een hattrick maakte in Oranje. Spitsen. Miedema. Klaarleggen. Roort. Roort. Kijkt even naar de scheidsrechter, maar die wil van de Hens niets weten. Via het hoofd van Damaris. En Miedema de bal nu bij
Lee Gibson. Voortzetting van Dongen, Belova, Martens, Van de Donk, Belova, die het meeste dribbelt van alle speelsters in deze Nations League. Berestijn kan daar nog achteraan gaan, kan hem ook laten lopen, dan wordt het een hoekschop. Nu is het een duw en een vrije trap, dat is eigenlijk de meest onhandige oplossing van Lynette Berestijn. Voor de Schotten allemaal slecht nieuws. Die komen toch wel behoorlijk stevig op die laatste plaats. Die degradatie uit deze A-groep van de Nations League. Ze helpen tekenen terecht. De koppositie qua punten wordt dus overgenomen door Nederland en Engeland. Waar Nederland dus voorlopig het voordeel heeft in de onderlinge confrontatie met de Engelsen. Na die overwinning in Utrecht door die goal van Renate Jansen. Goed blok van Damaris, die goed invalt. Spitsen. Wilms. Van de Donk. Berestijn naar binnen. Gibson. Wilms. Toch Schotland nog een keer tot richting de achterlijn. Wordt het een hoekschop of voorkomt Spitsen dat? Nee, het wordt een hoekschop. Davidson is er één om in de gaten te houden bij dit soort momenten. Bij haar club makkelijke goals dan in de nationale ploeg. Maar dat komt omdat ze hier dus minder speelt. Deze bal is lang onderweg. Kan van afstand, maar dat is zoals het eigenlijk de hele avond al gaat bij Schotland. Het is maar weinig op die ene poging na. Dit was Doherty, waarbij Van Domselaar echt moest laten zien wat ze in huis had in de eerste helft. Nog wat extra tijd. En dan weten we of het hierbij gaat blijven. De Schotten. Nog even. Met Corsi. Komen naar Berestijn. 3 minuten toegevoegd aan deze wedstrijd. Roort. Niet van de bal te krijgen. Van Dongen. Belova. Dubbele dekking voor Belova, maar die schrikt daar doorgaans niet van. Van Dongen. Zo lijkt Nederland met 4-0 genoegen te nemen. Of wordt er nog één keer opgeschakeld naar de zesde versnelling in deze blessuretijd. Dan moet het nu gebeuren. Miedema. Miedema, mooie bal.
En dat kan gebeuren, want daar is niet de hat-trick, zeg, van Berestijn. Wat een unieke kans om dat te bewerkstelligen. Maar die laat ze liggen. Dat ze de bal mee naar huis mogen nemen. Nu moet hij keurig terug naar het ballenhok hier in de Goffert. Van Dongen, opening komt via Schotse verdediging nog aan. Weggekopt door Clark. Anderhalve minuut nog. Nu toch de drang naar nummer 5 nog even. Als uitroepteken achter deze wedstrijd. Berestijn. Neergelegd. Nee, niet neergelegd, zegt de arbiter. En dan is dit wel een vrije trap. Berestijn lijkt nog even een verhaal te gaan halen van hoe zit dat nou? Waarom dit wel en dat vorige niet? Martens doet alles goed. Maar Gibson voorkomt het ultieme feest van Lynette Berestijn. En dan zit het er dus op. De grootste nederlaag voor de Schotten sinds november 2021. Toen gingen ze er ruim af tegen de latere wereldkampioen Spanje. Maar doorgaans verliest Schotland de laatste tijd niet zo ruim. Dat zegt iets over de prestatie van Nederland. Dat het een makkelijke avond heeft. Hier is het eindsignaal. Zij is terug en heeft een minuut of 10 gemaakt. Dat is heel prettig. En dat mag best een beetje worden gevierd. Vivianne Miedema, wat natuurlijk boven alles stelt, is dat Nederland hier gemakkelijk wint van Schotland door doelpunten van Van de Donk, Brugs en twee keer naar rust. Lynette Berestijn. En zo blijft Nederland volop meedoen en volop in de race voor de finale ronde van de Nations League, waar Nederland naartoe moet om een Olympisch ticket af te dwingen. Dan moet deze groep worden gewonnen en Nederland ligt op koers. Dinsdag moeten ook worden gewonnen op Hampden Park van dit Schotland. Dan zal het best allemaal anders liggen, de Schotten thuis. Maar tot dezelfde kwaliteit te komen, dan hoeft dat geen probleem te zijn. Nijmegen kijkt tevreden toe. Heeft Miedema zien terugkeren, heeft 4 goals gezien. Heeft nog een mooie actie gezien. Miedema hier even in gesprek. Ook met oud-coach natuurlijk. Pedro Martinez. Want er lopen natuurlijk ook bij die Schotten veel bekenden voor Miedema rond. Brugs maakt de voorrust. Haar 7e goal in haar 25e interland. En dit is wat we altijd wel zien voordat de pers te woord gestaan moet worden. Straks eerst bij elkaar komen of het nu Nederland is of Schotland. Het afsluiten op het veld. Dat is wat hier gebeurt bij de Schotten die zich klaar moeten maken voor dinsdag. Wij kunnen gaan napraten over deze mooie avond. En daar kan Gert met Mandy en met Leon er nu mee beginnen. Dankjewel, Jeroen. Ja, we zien de felicitaties. Speelsters opgetogen na deze goede wedstrijd van het Nederlands elftal. Leon, ja. Eigenlijk een
zeker met de invalbeurt van Miedema een hele mooie avond. Een prachtige avond. Als je ziet hoe moeilijk Engeland het met Schotland had en hoe makkelijk Nederland eigenlijk deze wedstrijd wint. Met echt wel een aantal mooie doelpunten, mooie aanvallen en inderdaad de terugkeer van Miedema. Ja, dat maakt het wel helemaal af hoor. Ja, Jonker die nu het woord neemt, die ook tevreden zal zijn met Nie, want hij heeft natuurlijk toch met het opstellen van Renate Jansen aan de rechterkant bijvoorbeeld de invalbeurt van Miedema echt wel weer zijn stempel gedrukt op deze avond. Nou zeker, en wat we eigenlijk in de rust al zeiden, Nederland is nauwelijks in de problemen geweest en dat was de tweede helft net zo. Ik vond Nederland ook, als je het weer vergelijkt met de wedstrijd tegen België, ik vond Nederland het initiatief naar zich toe trekken. Ik vond meer overtuiging in het spel, in de passing, meer kwaliteit. Dus ja, ze hebben weer een goede stap gemaakt na die laatste interland tegen Engeland. Nu de vertaling naar Schotland en dat hebben ze gewoon echt heel goed gedaan. Ja, the goat is back, zagen we. Dat ene mooie spandoek. En dat gaat natuurlijk om haar, om Vivianne Miedema. Nou, hoe moet dat zijn als je, nou ja, zeg even 12 maanden geblesseerd bent geweest, maar langer al niet in dat shirt van het Nederlands elftal hebt gespeeld en dat je dan ja, thuis in Nijmegen in de Goffert voor 12.000 mensen even mag invallen? Ja, eigenlijk een perfect moment om weer mee te mogen doen. Je maakt natuurlijk in zo'n revalidatie alles mee, mentaal gezien. Je gaat door de diepste dalen, daar kruip je weer uit. Je hebt het moeilijk. En elke dag leer je echt weer genieten van alles wat je weer wel kan. En als je dan weer helemaal terug bent, ja, dat is echt, dat is zo onbeschrijfelijk zo'n moment. Dat is zo fijn. Ja. We gaan straks zonder twijfel ook haar verhaal horen. Bij Rivka, de vrouw die er bijna 3 maakte. Linette Berenstein. Het werden er uiteindelijk 2, Riv. Ja, Linette, ik hoor net presentator Gert zeggen, bijna een hattrick, hè? Je was zo dichtbij. Ja zeker. Ja, die laatste die had er wel ingemogen. Dan was het helemaal een mooie afsluiter. Het eerste uur dacht ik eigenlijk, wanneer komen die kansen voor Berenstein? Uiteindelijk maak je er toch 2. Ben je dan toch tevreden? Uiteindelijk moet je als spits gewoon geduldig blijven. En in zulke wedstrijden weet je dat je kansen komen. Kansen komen er altijd. Dus je moet gewoon voor jezelf geduldig blijven. En als ik er dan uiteindelijk 2 inschiet, is dat natuurlijk heel mooi. En het liefst had ik er 3 gemaakt. Over de uitslag zal je ongetwijfeld tevreden zijn. Ben je tevreden over het spel? Ik vond de eerste helft een beetje wisselvallig. In het begin waren we nog een beetje zoekende, een beetje slordig, te makkelijk balverlies. Daarna kregen we het iets beter onder controle, scoren we de 1-0. En na de 1-0 werd het ook nog weer een fase een beetje onrustig. Maar na de 2-0 en de tweede helft ging het stukken beter. En dan zie je dat je gewoon alle ruimte hebt om te voetballen. En dan win je die wedstrijd met 4-0. Jullie zijn nu op de helft van de Nations League wedstrijden. Het moet vertrouwen geven toch vandaag? Ja, absoluut. En we willen gewoon deze lijn gewoon weer doortrekken. En dinsdag er gewoon weer staan en die wedstrijd ook gewoon weer winnen. Gefeliciteerd, dankjewel. Ja, dat zei Linette Berenstein, die er dus 2 maakte vanavond. Maar ja, toch draait het at the end om Vivianne Miedema, die ook een ererondje maakt. Ook het publiek bedankt, blij is dat ze weer terug is. Ik zei het net al, haar verhaal gaan we zo meteen ook nog horen. We gaan ook luisteren naar de bondscoach. We gaan ook de samenvatting laten zien van Engeland tegen België. Engeland wint, maar Nederland heeft wel de eerste plaats in de pool nu te pakken. En die eerste plaats is zo belangrijk, want het Nederlands elftal wil heel graag richting de Olympische Spelen. En moet dan om te beginnen deze pool winnen. Dat is allemaal over een paar minuutjes. Tot zometeen.